Eerst waren er enkel mensen die besloten om samen een team te vormen, om zo verschillende functies tegelijk te kunnen uitoefenen en om samen ons bedrijf op te richten. Vroeger was communiceren met de buitenwereld de taak van het communicatieteam, maar dat was vroeger. Want nu, zoals je wel weet, komt er een mijlpaal in onze geschiedenis. We bouwen een nieuwe haven, veel veranderingen. Dankzij sociale media bouwt iedereen mee aan het imago van ons bedrijf. Dat is het onderwerp van dit filmpje. Van alle bekende sociale netwerken concentreren we ons nu enkel op Twitter en LinkedIn. Ik geef je een snelle rondleiding. Let op, sociale netwerken creëren veel kansen, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. We grijpen de kansen, maar laten de rest liggen. Twitter. Dit netwerk bestaat vooral uit het gechilp van mensen aan land. Iedereen kan hieraan deelnemen en het is openbaar. Twitter is dus een beetje het havencafé. Je kan er iedereen volgen die je wilt. Het is zelfs mogelijk om naar de minister te luisteren. Natuurlijk kan je er ook zelf gehoord worden door journalisten, verenigingen of bedrijven. En natuurlijk ook door de minister. Je staat in contact met een grote groep mensen, ongedwongen en heel direct. Je Twitter-account is je persoonlijke account. Gedraag je zoals je je normaal zou gedragen in het dagelijkse leven, maar blijf wel. Professioneel. LinkedIn. Dit netwerk is minder voor de mensen op de kade en meer voor de andere boten. LinkedIn is de bedrijfswereld. LinkedIn is de plaats bij uitstek om te netwerken. De plaats waar we onze vlag zo mooi mogelijk moeten uithangen. Zo geven we de juiste mensen zin om bij ons aan boord te gaan. Op LinkedIn kan je gemakkelijk nieuwe contacten leggen. Die op hun beurt ook interessante contacten hebben. Die dan ook weer nieuwe contacten kunnen worden. LinkedIn is dus erg goed voor onze bekendheid. Het leven op sociale media is net zoals het leven aan land. In de haven zie je veel meer volk dan op volle zee. Maar je loopt wel het risico veel tijd in je sociale netwerk te steken. Dus om er het beste uit te halen, moet je je doel en je grenzen vastleggen. Maar dat is eigenlijk net hetzelfde als in het echte leven.